Huis goed, joh. We nemen de hele vlog over. Je bent 28 dan, je weet je niet. Wat zei je nou? Oh, maatje. Ik begin radeloos te worden, bro. Stop net die thermometer in mijn oor. Ik ben al meer dan een week ziek. En ik heb nu gewoon 39. Dus ik heb me helemaal volgegooid met pijnstilling. Dan daalt je koorts wel een beetje. Maar ja, gaat niet zo goed. Dus ik moet straks naar de huisarts. Mag ik jou om een gunst vragen? Nee is ook een antwoord. Wat? Kun jij vandaag iets voor de vlog doen? Ik kan gewoon 10 stappen zetten en dan val ik gewoon om. Hè? Ik ga wel even kijken of ik op zit. Maat, dat waardeer ik zo erg. Ik stress me ook kapot natuurlijk. Ik ben nu al gewoon 10 dagen ziek, waarvan ik gewoon 7 dagen koorts heb of zo. De huisarts zei, ja, als je echt iets hardnekkigs te pakken hebt, dan kan het wel 2 weken duren, die koorts. Maar ik heb dit echt nooit. En ik kan mijn bloed laten prikken, hè? Je zegt 2 weken, dan hopen we nog 4 dagen en dan is het weg. Ja, maar ja, ik heb van de 10 dagen dat ik ziek ben, heb ik er 7 koorts. Dus dat zou betekenen dat ik gewoon nog 7 dagen moet, eventueel. Maar ik kan mijn bloed laten prikken en dat zag er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Maar het is waarschijnlijk 5, maar ze weten niet zeker. Maar ik moest eerst normaal prikken of zo. En als ze dan iets afwijkend zagen in mijn plasmacellen, konden ze op 5 prikken. Maar dat zagen ze wel, dus ze gaan nu op 5 prikken. Ik weet het niet. Mijn moeder gaat mee naar de huisarts. Van die koorts raak je ook helemaal warrig. En het is insane. Helemaal buiten adem ook. Als die pijnstilling uitwerkt, dan ben ik gewoon echt gewoon een kasplantje, zo wat gek. Is niet goed. Hoor je ook zo, mijn stem klinkt ook zo dik. Ik heb ook gewoon mijn kaaklijn verdwijnt, gewoon omdat die klieren zo dik zijn. Maar joh, ik kutwekker uit. Weet je wat het is? Ik kan lopen zitten zeiken, heeft ook geen zin. We blijven gewoon lekker positief. Maar ja, het mag wel gezegd worden dat ik me echt fucked up voel. Maar dat maakt niet uit. Blijf positief, misschien krijg ik een antibiotica kuurtje. En het enige wat ik eigenlijk nog niet had, is keelpijn. En dat heb ik nu ook. Dus ik heb nu echt een full package. En dat is één ding, ik had in het begin hoofdpijn, dat heb ik niet meer. Dus het is, kijk, weet je, het een komt, het ander gaat. Hey bro, wist je dat ze vroeger adverteerden met sigaretten als je ziek was of zo? Of je had last van slijm in je longen, dat het goed voor je was? Als je oude Marlboro reclames opzoekt, staat er gewoon goed voor je langs. Maar vroeger, wat is heel vroeger, was het gewoon heel normaal als dan mensen over de vloer kwamen, een bakje nootjes, een bakje sippie en een bakje peuken. Ja, mijn vader en moeder zeiden altijd, bij elke verjaardag was dat zo. Het was vroeger gewoon zo. Maar toen ik nog kind was, stond ook de hele, bijvoorbeeld de voetbalkantine echt blauw. Zo je gewoon vol te happen naar lucht. Maar bijvoorbeeld vroeger rookte zelfs een leraar in de klas, hè? Ja, was heel normaal. Bij deze meneer draag ik mijn heilige camera aan u over. Dan zal deze vandaag tot u behoren. Als een extra ledemaat. Als een extra ledemaat. Als een extra verlenging van uzelf. Oké. Nou, dames en heren, Don is natuurlijk. Maar ik ben ziek, maar ik kan er wel steeds terug. Dat het heel lang. Shit. Met money blijven. Ja, en wat ik dan wel even kan doen, zoals je hoort, focus drink al. Ik ga kijken hoeveel YouTubers, influencers ik langs kan rijden. Maar moet even wel. Ja, zo. Tegelijk het zo. Ja. Ik ga. Heel veel. Ik mag natuurlijk de RS6 van Don mee en de tankpas. Dus dan ga ik heel Nederland. Hoorde die dat? Nee, helaas niet. Nee, dan ga ik. Ik ga kijken of ik eens naar Sven en Koen, naar Sheet en al die gasten om gewoon een beterschapfilmpje voor Don op te nemen. Dus ik neem jullie vandaag mee. Ik snap dat het een beetje raar is dat ik nu de vlog overneem, maar Don heeft 39 graden koorts. Dus die moet goed uitzieken. Die moet zo naar de huisarts. Dus ik neem jullie gewoon mee. En ik ga zo eerst naar Dennis, Duke Design. Dus daar zie ik jullie zo. Nou, kijk, Don, zoals je weet. Neem ik vandaag de vlog over. Echt? Maar als ik de vlog overneem. Zo blij met jou, gast. En je weet wat ik ga doen. En zo kijk ik zo. Met de mensen om me heen. Maar je weet, ik neem de vlog over. Ja. Maar in principe, als ik de vlog overneem, ben ik jou ook een beetje. Wel wat dikker, maar dat maakt niet uit. Dus, ik heb vandaag je RS6 mee. En je bankpas. Mooi als je meent het recht. Ja, dat is geen grap. En wat vindt meneer Meesdix daarvan? Hij zou twijfelen. En denkt hij, oeh. Nee, ik zit te denken wat voor Mees antwoord kan ik geven. Oh ja, oh ja. Vertrouw je toch wel toe aan mij? Ja. Ik ben zo leuk. Ik hou zoveel van mezelf. Ik ben zo zelfverzekerd.
Jongen, van mij mag je meenemen. Nou, top. Nou, ik ben goed verzekerd. En anders dan moet je je vader bellen. Nee, ik ben ook goed verzekerd. Maar neem dat ding mee. Helemaal top. Als het goed is, is die afgetankt. Oh, dat is top. En vanavond alweer leeg. Maar ja, donder. Donsbank was. En de inkomsten van de vlog zijn ook voor mij vandaag. Dus... Ik ben zo benieuwd. Je moet het ook gaan editen. Ja, jij moet gaan editen. Ja. Ik ga echt mijn best proberen om zo chronologisch mogelijk te filmen, Dom. Ik ga het echt proberen. Dat weet je. Ja, het is een vak apart, hè. Dat is een van de moeilijkste dingen om vandaag te vloggen. De vlog helemaal chronologisch laten kloppen. Ja. Dat je niet constant het gevoel hebt van, is hij nou ineens daar? Hoe komt hij hier terecht? Het verhaal klopt niet. Wat is dat? Ben je nou ineens weer daar? Ja. Dus ik ga echt mijn best doen. Gast, meer dan dat kan je niet doen. Nee, dat is waar. Je bent gewoon topper. En anders I'm going to Dennis Boitils. Ja, doe Dennis de groeten. Ja. Zie je, er komt zelfs rook aan mijn longen zelfs nu. Gaat het? Ja, dus rare neusspray. Kijk, als ik zo doe dan... Dat is helemaal niet lekker. Oké. Okay. Nou, tot zo. Ik vind het heel gaar. Oké. Okay. Je vindt het spannend. Ja, vind ik het ook. Ik vind het ook spannend. Voel je druk of zo? Ja. Gast, moet gewoon lekker jezelf zijn. Dat sowieso. De bezig, zo. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nou, ik ga. Maatje, tot zo. Tot zo, bro. Het is wel een heel lekker weertje vandaag. We stappen de auto in. Die is vandaag voor mij. Dit voelt denk ik net zo gaar voor jullie als het voor mij voelt. Normaal heb ik natuurlijk gewoon Don die vlogt. Maar die is zo fucked up dat het gewoon echt niet lukt. En dan heb je natuurlijk altijd je maatjes die je helpen. Zo, ik vind het ook echt spannend te doen. Ik moet even. Wat ben je nou aan het doen? Godver. Oh, als je dit straatje ziet, is het enige waar je aan kan denken. Den. Hey! Hey! Hey, mensen van het goede leven. Hey, jongens, ik heb vannacht de vlog van Don overgenomen. Want Don heeft 39,5 graden koorts. Dus hij is weer echt fucked up. Wat mag jij doen? Ik moet de vlog opnemen en ik ga bij heel veel. YouTubers, influencers langsrijden en mensen die ik goed ken voor een beterschapsfilmpje. Beterschap, jongen? Nee, ik moet wel even goed. Ja, moet even zo. Ja, Hassan moet het eerst doen. Hassan, jij eerst. Hou vol, jongen. You got this. Oké. Okay. Beterschap, jongen, je kan het aan. Top. Je moet daar heel wel ook. Ja. Nee, hij denk ik niet. Mikey! Hoe gaat het mee? Dit is de vlog van Don trouwens. Oh, dit is de vlog van Don. Ja. Dan sta ik half weer op beeld, Topie. Ja, Don heeft 39 graden koorts. Jezus. Dus hij is heel ziek. Ja. Dus ik moet even zeggen, beterschap. Je moet wens hem even beterschap. Mwah. Beterschap, liefie. Kijk. Was wel goed allemaal. Dit is top. Dit wordt echt goed, hoor. Dan gaan we even naar de baas toe. Nou, jullie zijn eigenlijk net zoveel baas als Dennis, maar alsnog. Het is gewoon de baas van de familie, want het is je vader. Dat is Lenny. Ik wou net zeggen. Dennis heeft niet heel veel in te brengen. Oh. Kijk of we hem ook kunnen zien, hoor. Daar zit hij. Hey! Wow! Is goed, jongens. Jongen. Zit de take-over van Mees? Ja, take-over van Mees, ja. Don is 39 graden. Koorts. Oh, we moeten nog ramen doen vanavond. Hè? Ja, dat wel. Ja, maar. Hij wel even lekker boven zitten. Maar weten ze nou wat hij heet? Nee, ook niet. Hij gaat zo meteen naar de huisarts. Maar ik vind het niet erg, want ik heb. De RSS mee. Ja, dat zijn al, hè? Donker voor bereikt. Dat is wees. Maar zeg even. Want waarom ik wil... heb je de Lambo niet meegenomen? Dat mocht niet. Nee. Dat vind ik ook een beetje eng alleen. Maar ja, ik ga dus heel. Heel Nederland afrijden voor beterschap voor Don. Oh. Dus. Don. Beterschap, maatje. Maar het komt vast wel weer goed met je. Ze gaan even kijken wat er aan de hand is. Zou je pillen erin? Dan komt het helemaal weer goed. Daarom, wat voor pillen? Ja. Vitamine C, namelijk, hè? Ja. Ik kan hem wel vitamine D geven. We zitten gewoon lekker even op een bankje in het zonnetje. Te genieten. Dennis heeft nog een kater van gisteren. Nee, man. Echt niet. Of een goede rum gedronken, zeker. Dat is wel erg trouwens. Mensen herkennen me nu van het rum drinken.
Ik sta gewoon in de supermarkt. En dan zeiden ze van het zitten op. Hey, ben jij niet die Dennis van Doek de Sar? Ik zei, ja, dat ben ik, ja. Ja, jij houdt van rummen. Ah, kijk, dan wil ik er eigenlijk niet bekend voor zijn. Dus Don, dat soort stukken moeten we er toch maar gaan uitknippen eigenlijk. Ja. Ah joh, het is altijd lekker. Ah, ja, als je er maar eentje redt om toch goede rum te drinken in plaats van slechte rum. Hè, zoals jij. Ik drink nu ook goede rum. Jij drinkt nu ook goede rum. En Don ook. En Don ook. Iedereen is helemaal rum slaat. Hij is niet ziek van de rum. Dat nee, dat geloof ik niet. Ja, dat geloof. Misschien voelt hij zich wel beter door de rum. Ja, daarom. Maatje. Ik ga er vandoor. Ik ga nu naar, Milan. Ik ga naar Milan toe. Milan gaat, dus wel dure benzineprijs, maar wat is het leuk, hè? Ligt je wel, hè, het vloggen? Ja, ja, ja. Ja, ik ben best wel zenuwachtig dus om het te doen. Dat normaal, kijk, Don weet wat hij doet, soort van. Don die heeft in zijn gedachten van, oké, ik doe dit, ik doe dat. En zo gaat het. Maar ja, ik zit natuurlijk wel naast, maar nu moet ik het zelf doen. Maar gaat wel komen. Maar dat is wel een eentje rijden dan, vriend. Het is wel een eentje rijden. Maar, niet eigenlijk zin nergens is. Dus. Zo, ik ben nu onderweg. Ik ben bijna bij Milan. En die gaat natuurlijk ook eventjes een beterschapsberichtje in de camera spreken. Ja, echt, dat rijden, jongen, het is zo straf in die RS6. Het is niet normaal, dames en heren. Hij rijdt slecht, hij gaat niet hard. Nee, hartstikke top. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, Don is natuurlijk... hij probeert altijd voor jullie de beste content te maken. En ik weet het. Misschien, ja. Hij is echt, echt goed ziek. Dat weet ik, omdat, ja, ik ken hem natuurlijk. Ik heb Don, hij heeft 39 graden koorts. En... hij heeft gewoon niet de fut om, om nu gewoon de content te maken die hij wil. En ik weet dat hij zich daaraan irriteert heel erg. En natuurlijk, naar mij kijken of naar Don is natuurlijk heel anders. Maar ik probeer wel mijn best te doen en ik probeer natuurlijk mijn maat te helpen met content. Daarom rijd ik nu heel Nederland eigenlijk, een soort van heel Nederland af om beterschap berichtjes te hebben voor Don. Want dat verdient hij gewoon, dat verdient hij. Dus ik ga nu bijna bij Milan, daarna ga ik door naar Henk Dissel. Daarna gaan we door naar Helen de Kapper natuurlijk, want ja, die hoort er ook bij. En dan gaan we uiteindelijk eindigen weer. Gaan we misschien naar Roy, naar Shay, naar al die mensen. Ja, het wordt gewoon leuk, gewoon een lekker dagje in de auto eigenlijk. You'll lose your head on my shoulder. We zijn er bij Milan. Hey Milan. Yo. Staat iemand voor de deur? Wat is lekker hier. Hey Milan! Hey maatje! Alles goed? Alles goed, vriend? Ja, zeker. Dit is de vlog van Don, heb ik overgenomen vandaag. Oh. Want Don is, heeft 39,5 graden koorts. Corona positief? Nee, geen corona. Oh, niet? Oké. Nee, hij gaat vandaag weer naar de huisarts voor, om nog een keer bloed te laten prikken. Ja. Maar hij is gewoon heel ziek, dus ik rijd nu eigenlijk heel Nederland af. Om mensen die hij kent... om wetenschap te wensen en dan ga ik weer door. Oh, dus nu ben ik verplicht. Niet sowieso. Ja, fuck jou, Don, lekker voor je. Nou, hey, Milan, even lief. Nee, grapje. Wetenschap, Don. Ik wens je veel wetenschap. Ik hoop dat jij snel weer op de rit bent en mag vloggen en gewoon weer mag leven, I guess. Ja. Oh, trouwens, weet je dat Don nu iets gemeen heeft met oma Knol? Wat dan? Sinds vandaag. Allebei een pacemaker. Oh, serieus? Ja. Oma Knol sinds vandaag. Heeft oma Knol een pacemaker? Ja. Is de operatie goed gegaan? Ja, alles is goed gegaan. Gelukkig. Nou, dat is belangrijk om te horen. Ik zit nu in de fight. Oh. One sec. Kijk, hij is slecht hierin, jongen. Milan kan helemaal niet gamen, joh. Fuck, ik mis alles! Ja, er staat druk van de camera op, hè? Het is echt dramatisch. Ja. Oh, kut. Zelfs ik schrok van je teamgenoot. Kijk, ik geef jou even een kusje, ga ik weer door. Ja, ga je meteen weer door? Oké, dan ga ik nu even... Dan ben ik safe, man. Hey, rustig aan. Doei, vriend. Dankjewel, maatje. Hey, was gezellig, heel kort, maar krachtig. Ja, ik ga nu naar Henk. Ik ga nu naar Henk. Wie is Henk Dissel. Van jij hebt een bom die keihard inslaat. Je bent 28, daarom weet je het niet. Is goed, maatje. Hoi, hoi. Nou, Milan heeft ook een wetenschap gezegd. En we gaan weer door naar, wat ik zeg, Henk Dissel. Henk Dissel is hier heel dichtbij. Dus dat is helemaal top. En dan stappen we weer de RS6. RS6, mama. We zijn aangekomen bij de
tweede persoon. Hoor maar van wie het is. Met volop op de wolk en hard. En overstel haar in de lucht. Zoem ik tot mijn verrassing. Ik geef je over en ik laat. Jij bent een bom die kijkt. Yo maatje. Kom even uitstappen. Oh. Zijn je? Deze voor jou. Nee, is van Don. Ik heb vandaag de vlog overgenomen van Don. Omdat Don heeft 39 graden koorts. En ik ga heel Nederland afreizen voor allemaal wetenschapwensjes. Oh, dat doe ik aan mee. Ja, doe jij eraan mee? Drinken of ga je... We kunnen wel even snel wat drinken. Ja. Dan doe ik even... Stop, hè? Bizar, hè, zo'n auto, hoor. Dat is niet normaal. Oh. Maatje, wat zou je tegen Don willen zeggen? Ja, dat ik het liefst een duet zou met hem willen zingen. Dat bom natuurlijk. Maar hij is nu even ziek. Dus ik wacht tot je wat gedaald bent in temperatuur. En dan ga ik je klaarstomen. Dan gaan wij een duet samen zingen. Hey Don, heel veel beterschap en koop tot snel. Kijk, dit is helemaal top. Hey Maatje, dankjewel vriend. Rustig aan. Ik ga nu door naar de kapper. Naar Helen. Want die hoort er natuurlijk ook bij. En dat moet gefilmd worden. Nee, hey Maatje, dankjewel voor je tijd. Hey, later, hoi hoi. Helen. Alles goed. Ik, waarom denk ik dat ik hier ben? Ik denk van Don. Inderdaad. Wetenschapwensen. Hoe weet je dat? Hoe weet je dit? Ik ben letterlijk iedereen langs. Ja, ja. Ik ben iedereen gewoon die Don kent en in de vlog komt langs aan het gaan om te zeggen wetenschap op camera. Ze begrepen. Jawel, maar, heb je het gehoord van iets? Ja, dat je ziek is toch? Ja, maar dat is wel raar dat. Ik heb de vlog overgenomen van Don. Dit is de video van Don. Ah. Ik zweer het. Ik lach natuurlijk in ieder geval zo'n wetenschap, bro. Wat moet ik jou zeggen? Ik hoop even snel weer in die kapperstoel te zien, toch? Ja, je bent een toffe man, een toffe. Hello hebben we gehad. We rijden nu, ik rijd nu naar Joël toe. Planken. En dan hebben we Joël, Sam en Maurice waarschijnlijk. En Woetroe waarschijnlijk. Geen idee wie er zijn. En dan gaan we weer door. We gaan allemaal mensen af. Ik vind het ook wel echt gewoon leuk om te doen. We moeten wel bijna tanken, helaas. Maar... Volgens mij, als ik het goed zie... Zie ik daar... Waar moet ik die auto neerzetten? Volgens mij kan je hier links parkeren. Op plekjes. Ik ga wel even parkeren. Ah. Ik kan niet parkeren. We zijn aangekomen, hey. Alles goed, iedereen. Jij mag ook maar een foto maken. Ik ga ook nog zijn auto meenemen. Zou je? Ja, ik mocht zijn auto meenemen. Kijk, ik zeg, ik neem de vlog van jou over. Dus dan is en je bankrekening en je auto van mij. Rekening ook. Oh, dan ga ik. Kom even zitten. Dat gaan we gewoon doen, hè. Bedankt, hoor. Komt wel zo goed. Even lekker, jongen. Hoe gaat het met jullie, jongens? Eigenlijk best wel goed. Het is niet normaal, die Don is ziek. Dit is ons momentje weer. Dit is wel even heerlijk, hè? Dit is wel even... We hebben al de test helemaal gesloten. Ja? Ja, lekker echt, hoor. Top. Videootje gemaakt, staat online. En voor de rest zijn we bezig met de goud droogchallenge. Die is vandaag begonnen. Oh, leuk. Dus, we gaan zelf ook weer even vol gas. We nemen nog heel even. Wij hebben net een grote shoot gehad vorige week. Dus wij kunnen heel eventjes. Iets minder strikt. We zijn best wel oké. Wij zouden nu ook naar het strand kunnen bijvoorbeeld. Kan gewoon. Ja, ik zou ook naar het strand kunnen. Ja. Het zou raar zijn als jij in één keer een sixpack hebt, zeg maar. Snap je? Ja. Ik bedoel, wij kunnen gewoon... Jullie kunnen flaneren. Wij kunnen echt flaneren. En er komen leuke dingen aan, hoop ik. Ondanks alle ellende in de wereld. Ja, dat is wel zo. Zeg maar, ondertussen ben ik even, vandaag was een cruciaal dag, ben ik allemaal bezig met dingetjes. En als dat doorgaat, dan gaan er weer hele mooie vlogs komen. We kunnen alvast een klein wijntje doen. Ik heb het al besteld. Ja, dat kunnen we alvast doen voor dat allemaal. Ja, dat is eigenlijk waarom ik het nu bestel. Dat is gewoon maandag. Ja, het is inderdaad maandag. Anders bestellen we dat niet op maandag. Nee, op dinsdag. Ja, ik wou net zeggen. Nee, maar ja, jongens, Don is ziek, maar echt goed ziek. Ja, wat heeft hij nog? Dat weet hij niet. Hij heeft geen corona, dat is een negatieve test. Maar test negatief? Nee, echt PCR. Oh, ja? PCR negatief. Okay. Maar het staat helemaal... Wil je wat eten? Nee, ik hoef niet zo. Ik moet zo weer naar Zeewolde, dan moet ik nog naar Alkmaar, dan moet ik nog naar Almere. Oh, ik rijd heel Nederland af. Dit is lekker, hè, op de maandag. Die glazen denk ik toch? Ik drink wel glas mee. Ja, met die auto's, hè? Ja, het is verschrikkelijk. Ik moet wel weer tanken, maar ja, dat maakt niet uit. Goed, hè? Hey, hoe zuinig is dat ding nou? Toen ik van Don kwam rijden had hij 280 kilometer en nu heeft hij er nog 100.
En ik ben van Don naar Uithoorn naar Zeist. En dan nu hierheen. Valt wel mee. Ja, valt in principe wel mee. Dat die zuiniger is dan mijn 6x6. Dat weet ik wel zeker. Rijdt de zuinigste van 1 op 3. Wat tering. Als je echt je best doet, dan rijdt hij 1 op een half. 1 op een half? Ja, dat doet hij echt ook. Ja, vol gas. Als ik ben vol gas vanuit... Nog, willen proeven? Ja, ik wil wel gas proeven, ja. Het moet wel even geproefd worden. Die Samba Gamma verstoor je. Uit welk jaar komt deze? Komt uit 2020. Het ziet er heel goed uit, dit. Dit glijdt er echt zo in. Zeker op de maandag. Wat goed, hè? Maar jongens, even, willen jullie even beterschap tegen Don zeggen? We gaan even proosten. Eerst proost op Don. Wat heeft hij nou precies? 39 graden. Ja, hij is gewoon helemaal fucked up. Zijn ogen, zijn klieren helemaal opgezwollen. En als ik de vlog moet overnemen van Don, dan is hij echt ziek. Wel een leuk idee. Ja, dus wel ik denk... makkelijk. Ja. Voor Don dan ja, even. Ja, voor Don is... een dagje vrij. Nee, ik hoef niet te editen, want dat kan ik niet. Hey, bedankt. Alsjeblieft. Hey, nou, jongens, nou. Don. Wetenschap. Een kapotje zonder kappertjes. Een broodje kapotje zonder kappertjes. Nou, nog een keer. En met truffel mijn huis of pesto? Die pesto. Pesto. Dat is ook een buffeltje, die wil je eens eten. En ik vond het gauw weg. Ja. Dan nu weten. Hey, Don, deze is op jou. Wetenschap. Wetenschap, het is maandag. Wij drinken normaal nooit op maandag. Maar omdat jij ziek bent en omdat Mees hier is, is deze voor jou. Wetenschap. En ik hoop je snel weer te zien. We gaan voor goud. Groei lekker. Kijk. Want jij was ook inderdaad heel goed bezig volgens mij. Ja, zeker. Ja. Heel goed bezig. Dat heb ik wel gezien. Dus smaakt wel lekker. Helemaal top. Ja, dames en heren, we hebben even besloten. We gaan geen beterschap meer wensen. We nemen de hele vlog over vandaag. Hij is gejeweld. Hij is gejeweld. We nemen de hele vlog over. Hey, santé jongens. Hey, we gaan wel even naar die mancave. Dat is wel leuk voor de vlog. We gaan even naar de mancave. Ja, jullie krijgen allemaal de binnenkant te zien. Dat is echt wat goed, hè? Ja. Don, je mist wat. Dit is wel, denk ik... We facetimen de rest wel weer. Ja, ja. Vanuit de mancave. Ja. We gaan uit de mancave. Mensen die F1 auto, weet je. Ja. Dat gaat niet passen. Nee, dat denk ik ook niet. Die band eruit halen. Nee, nu ik kan wel zwemmen, hoor. Zwemmen, het staat er. Ja, ja, als je wil kun je zwemmen. Ik ken wel. Dat is wel onverwarmd. Oh. Ja, het is wel koud, hoor. Maar de vlog is gejoweld, dus... Ja, nou gaan we echt... Nu gaan we vanaf eind van tot eind. Nu heb je het hele pakket. Het hele pakket. Ja. Dus voor alle mensen naar wie ik nog zou komen voor beterschap, het spijt me, ik kom niet meer. Hey, we facetimen ja, even. We facetimen wel. Lekker hoor! En we zien hier een lekker gold rijblikje liggen. Shakebekertje. Ik zeg helemaal top. We gaan even naar de mancave, goeie maten. En volgens Van Don, dan laten we jullie eventjes de Formule A1 auto zien. Dat is van de Grand Prix. En de Ferrari die staat daar, dus het komt helemaal goed denk ik. Oh, dat is leuk hoor, dat vindt iedereen wel leuk. En natuurlijk een klein, ja van Mees niet, want jij belooft ons te rijden. Ja, ik rij nu. Maar wij doen even een klein gold rijtje. Dus stay tuned! Ziek, hè? Een apparaat. Ja, welkom. Dit is de tuin. Let niet op de rommel. We zijn even aan het verbouwen. Hey, deze Dixie die staat hier niet voor de bouwvakkers. Die hebben wij dus gekocht op Marktplaats. Die heb jij opgehaald. En daar gaan we dus de Break de Week mee doen. We gaan met de X5, BMW X5 uit 1999. Daar had ik een serie op YouTube die heette Break de Week. En daar ramden we er allemaal voorwerpen heen. Nou, nu hebben we eindelijk een Dixie. En dan zou ik dus heel graag willen, want we gaan er woensdag doorheen rijden, Mees. Dat jij gewoon even straks naar de wc gaat en doe wat je moet doen. Ik ga zelf ook dan. Ik moet pissen. Ik ga even pissen. Oh, ik dacht, niet meer. Nee, ik weet niet. Ik scheid. Maar dat is ook... Hé hey bro, dat is ziek. Nou, ik had het wel gehoopt. Nou, we kunnen wel proberen hoor. Een beetje saus, ja? Geef gewoon 40. Weet je wat ik voor jou heb zo? Ik heb een frikadelletjes met chili saus. Ik ga vandaag niet. Ik weet wel wat lekker is hoor. Ik ga niet Dixie schijten. Ja! Ga jij doen? Ja! Wat goed! Maar wel even een shot filmen. Ja. En later naar mij sturen, dan verwerk ik dat even. Ja, dat is goed. Maar ik weet niet, wanneer komt deze online? Overmorgen. Oh, top. Want wij gaan dan woensdag filmen. Ja. Ja, dus dat is top. Ja. Zonder bij, zo goed als nieuw. Hij ruikt echt nieuw. Zou ik... Hij ruikt echt gewoon lekker. Er zit geen vloeistof in, hè?
Dus ja. Er is geen desinfectie. Maar dat maakt het, vind ik, mooier. Dus het is gelukkig maar 18 graden morgen en overmorgen. Ja, maar wij kunnen wel even nog wat water in gooien, zodat het lekker flasht. Ja. Oh ja, lekker flasht. Ja, ga maar pissen. Zal ik even zeggen, film jij dat gezeik? Ja, dat is goed. Je hebt ook een urinoir of niet? En dan zei ik, ja, je moet je kijken, joh. Ja, maar pis me gewoon in die... Hou maar open. Zo, maar wie gaat erin zitten? Nou, niet als we er doorheen rijden. We gaan echt met 60 doorheen beuken. Zo, lekker voor de mensen. Even hey, dit vind ik echt goud gewoon. Je bent gewoon een zieke primeur, hoor. Ja, meest. Je bent de eerste. En wij gaan hier woensdag dus doorheen karren. Zo, ik moest ook echt wel zeiken. Ja, dat snap ik. Ik dacht dat je maar één. Hey, dat snap ik als we twee flessen rosé op zitten te zuipen op maandagavond. Jij hebt één glas op. Jij hebt één glas op. Zo, ik let op Mees, want ik heb al. Ik weet precies wat hij op mag. Ja, maar ik breek snel af, gelukkig. Als alcoholproducent. Ja, maar je hebt ook meer volume. Ja, dat neemt ook nee, het gaat om bloedvolume, dus je moet wel spiermassa hebben. Dus misschien heeft hij net zoveel bloedvolume als zo, hey. Hey, die top. Zit vol! Yes. Ik ga ook even pissen. Kun je ook even pissen? Beetje spetteren, Joël. Gewoon een beetje spetteren. Ja. Wat goed dit! Hey, maar jij gaat wel even schijten dan, hè? Ik ga ook wel even kijken of ik kan schijten, ja. Even wat frikadellen met chimichangas halen en zo. Of een sigaar. Ja, een sigaar geven. Oh nee! Nee! Ik heb een sigaar, weet je. Zo, hé. Ik ben bijna dood, man. Ik ga helemaal stuk. Kijk hem staan. Hij is helemaal leeg. Er zit een liter sloeis op. Oh, verschrikkelijk. Wat ze bij die hoe heet het doen, bij die festival. Oh, ik ben het niet. Je bent ook leeg, Daryl. Je bent er gewoon leeg. Besef dat we in deze tijd rijden we even met een X5 in 1999. Ja. Helemaal gort gewoon. Dat goed. Bam, zo. Kletch. Oh. Hey, jongens, gaan jullie mee naar de Man Cave? We gaan naar de Man Cave. Is er nog een beetje een tour? Oh, jank van het lachen. Hier wat goede stenen liggen. Wat stenen. Oh, mensen, kinderen. Hier is de Man Cave, die is helemaal intact. En hier het zwembad, nee. Oh, wat ziek. Het zwembad is onverwarmd. Ik denk wel 8 graden of zo. Wij hebben er ook vorige week ingelegen. Ja, je hoeft het niet te doen, maar kan. Hier, zwembad, poolhouse, crossbaan. Dus als het helemaal af is, dan nodig ik Don, als hij beter is, ook graag uit met jou. En dan kunnen we hier even lekker chillen. Lekker chillen. Maar wij gaan het nu al doen. Wij gaan het nu al doen. Ja, maar joh. Goed, we gaan helemaal gek, ja. Ja, maar joh, Don. Die mist wat. Oh, wat goed. Zo. Hier is een oude scooter, hè. Kijk. Oh, dit maakt zeker een teringgeluid. Ja, doe ik wel even buiten, want het stinkt ook heel hard. Streepen. Zo, wat een man cave trouwens. Jezus, die Formule 1 auto. Ja, vet, hè. Het is niet normaal. Vet, het is echt niet normaal. Maar dit is mijn echte scooter. Deze heb je echt staat gehad. Te lopen. Waar ik op reed. Daryl heeft het gefixt. Deze scooter. Daar reed ik op toen ik 16 was. Zo. Of 20 of zo, want dat ding gaat 120. Ik kreeg gewoon over de snelweg. Wat ziek. Oh Jezus! Ik ga hierin! Kijk eruit!
Hij zit hier. Nee, joh. Sam, trouwens, weet je nog ooit een keer dat wij bij Royalistic Live hebben armpje gedrukt? Ja, dat weet ik ook nog. Zullen we dat nog een keer gaan doen? Oeh. Als je wil. Gevaarlijk hoor. Slaaf op, slaaf op. Ik ben wel, toen was ik 25 kilo zwaarder ook. Ik ben was wel een zwaarder, toen, toen was ik 25 kilo zwaarder. Hoog je 150? 150 heb ik gewogen, ja. Jezus, wat een gewicht. Ja, ja, ziek hè. Ja, jij bent nog kleiner, iets kleiner dan ik. Ja, ik ben... Oh, je bent wel 1,85 of zo, denk ik. Oh, ja, ik ben wel groot. Gelukkig. Ja, gelukkig wel, ja. Want als ik klein zou zijn, dan zou ik echt een bal zijn. Ik heb op mijn zwaarste 106 gewogen. Oh, dikkie. Nee. Ja, was ik, had ik echt een buik, weet je. Of verder werd het niet dik. Nee. Maar jou zit nog een beetje verspreid. Ja, dat heb ik wel geluk mee. Maar ik had het er met meester over. Hij zit op een merken voetbal. Nou, wij zijn hoofdsponsor van Rugbyclub Hilversum, beste rugbyteam van Nederland, historisch gezien. Het ging dit seizoen even iets minder. Het is nog niet afgelopen. Maar, jij bent 19 jaar, jij zou heel goed bij ons in het... Ja, misschien beginnen in het tweede of zo, maar jij, ik denk dat jij een hele grote kans maakt om echt een goede speler te zijn, Mees. Dus mocht je dat interessant vinden, ja, ik vind dat wel leuk. Nodig je graag een keertje uit. En de volgers mogen ook even bepalen of ze dat leuk vinden om te zien. Mees moet doen of niet? Of Mees moet rugbyen. En dan gaan wij wel eerst even een trainingje doen. Ja, moet eerst mijn knie wat even knie wat genezen zijn. En ja, dan ren ik gewoon het veld op. Ja, ja, zeker. 19 jaar, weet je wel. Over 2 maanden 20, hè? Mag het dan nog steeds? Ja, juist. Wij zijn allebei gestopt op onze 24ste. Oh. Wij deden het ons hele leven. Ja, ik ben pas begonnen met het merk voetbal toen ik 16 was. Ja, daarom, toen... Dus jij hebt nog niet zoveel beschadiging als wij hebben al. Nee. We zijn, moet je voor jouw schouder laten zien. Een schoudertje. Hij heeft allemaal nieten erin. En ik had dat op onderrug en hamstring zei. Sleutel weer gebroken. Ja, die was helemaal kapot. Knietje ook hier. Ja. Zo. Ja, ik heb duim ook geopereerd, alles kapot. Ik heb dus leuke sport, 3 keer mijn sleutel weer gebroken. 3 keer? 3 keer heb ik mijn sleutel weggebroken. En 1 keer was ik 3 jaar oud. Toen sprong ik van een stapelbed af. Ik sprong op een waterbed, maar die was verschoven. Ik lette niet op, dus ik sprong. En sprong mis op de grond. Jij lette niet op? Nee. En ik... Dat zit ook in jouw natuur. Ja. Met school, toch? Ja, 100%. Weer gestopt. En een keer in Italië, de eerste dag, hè, we zouden 3 weken gaan. Mijn vader zegt, Mees, ren niet naar beneden van de berg, want je gaat vallen. Was je toen ook al gezet? Ja. Maar ik ren naar beneden van de berg dus, en ik breek hem en hij steekt zo uit. Oh, godverdamme. Maar je ziet nog wel, hij, en mijn vader wordt boos en die pakt me gewoon bij mijn gebroken arm, pakt hem op en tilt hem naar het huisje toe. Oh. En ik moest lopen, nou, schreeuw van de pijn en een keer van een berg af gefietst zonder remmen. Zoen, ik dook vis. Ja, ik moest even checken met deze remmen van die scooter, want ik reed altijd zonder remmen inderdaad. Ja. Je voert het hele ding op, behalve je remmen. Ja. Goed. Die remmen waren binnen no time op, weet je wel. Maar ze deden het volgens mij wel goed, hè? Del? Je hebt ze wel aangepakt, die remmen dan. Ja, zeker. Want, nou, ja, dat zei je nog, die remmen waren helemaal weg. Ja, remmen waren helemaal fucked up. Helemaal weg gewoon. Ja. De Ferrari zat er lekker bij, de Formule 1-auto. En de muziek zat er aan, ik weet niet of je het hoort. Maar het is best wel hard en het is niet normaal. Love Parade, blij jongen. Joël heeft een Formule 1-auto en we gaan kijken of ik erin pas, of ik een Formule 1 kunnen zijn. Hoe kom je het beste erin? Nou, ik denk erin stappen. Je kan gewoon op een stoeltje staan. Zo? En dan gewoon gaan zitten, een soort dip. Hou je! Hé, hey, maar helemaal... Hé, hey, die ken ik wel! Ik weet niet van wat voor Duitse coureur deze was, hoor. Hé! Even stuurtje er nog in. Even kijken, andersom denk ik. Andersom, ja. Ja. Nee, hoor. Je moet even die gele dingen indrukken hier. Hier, deze, die moet je naartoe trekken. Ja. Ah ja, zo is goed. Ja. Hier. Nou, ik zou zo wel. Hey, Max, waar ben je dan? Maxi, kom dan. Ik zou wel. Hij zou iets groter moeten zijn voor me, maar het lukt wel op een of andere manier. Kijk maar. Hoor maar. En voor alle dames willen jullie opgehaald worden in een Formule 1 auto. Dat ken dat. En roep even je nummer dan. 0611 en de rest komt vanzelf. Ja, die dacht ik al. Don, die weet natuurlijk niet Don. Dat ik hier gestaan ben. Nee, dat moet je dus ook niet vertellen, want wij gaan de vlog van Don hebben overgenomen. En super gezellig. Ik wil niet
En we gaan dus iedereen facetimen om te vragen of jullie Dom willen, beterschap willen wensen. Want hij is ziek. Ja, bij Dennis ben ik langs geweest. Oh, je bent al langs geweest? Ik ben bij een paar mensen langs geweest. Maar toen zou ik naar jou langs gaan en toen ben ik gestrand. Nu kom ik ook niet meer weg. Hoe kan dat toch? Hij zal vandaag even 40 mensen afgaan. Nou, hij is volgens mij bij nummer 6 nu. Ja, zoiets. Ja, maar hij is bij nummer goal. Ik ben geëindigd. Voor de vlog, hè? Ja, dat zei ik dus ook. Zo verkocht ik het. Ja, ik kan eigenlijk niet beter, mees. Je hebt een goede keuze gemaakt. Ik heb een goede keuze gemaakt en dat dacht ik al. hij wil Dom dus wel bellen, maar ja, wij zitten nu net Gigi Poker te spelen, weet je al. Je zit echt goed in de olie. We gaan hem gewoon niet bellen, hij gaat in de edit zien. Nee, en jij moet sowieso, alsjeblieft, schijten in die dictie, want ja, komt sowieso. Maar moet wel nog op. Dionne zijn nog... Ja, jullie moeten niet in die dictie zitten te schijten en pissen. Nee, nog want niet. Zij wil dat dus niet, want het gaat over mijn tuin heen. Nee, dat is gewoon mest. Maar wij gaan gewoon dat ding wel helemaal vol schijten. Ja, ja. Maar we moeten wel even wat eten hebben om te kunnen schijten. Ja, gaan we bestellen. Del, bestellen we even wat eten zodat we kunnen schijten in die dictie? In de meest dictie. Hey, in de meest dictie. Ja. Hé, ja. Hey, maar we gaan dus Dom niet bellen, want dat is juist een verrassing voor Dom. We gaan hem niet bellen. Vind ik. Wie zou je nu heen gaan dan? Nee, die gaan we zo meteen bellen. Die gaan we zo meteen wel bellen. Ja. En dan zal ik bel je iets dan wel, ja? Ja, is goed. Dat vind ik wel. Ik ook, waarom belt je wel mij dan? Ja. Ik kom vanavond niet meer. Ik kom vanavond niet meer. Oh, ik ben helemaal lang op niet. Nee, ik moet nog auto rijden. Ik heb 2 glaasjes op. 1 glaasje op trouwens. Wacht, nee, ik moet nog auto rijden. Ik heb 1 glaasje op. Dat lekker al. Maar kan jij even beterschap tegen Don zeggen? Want dan zeg je het alsnog wel. Ik had hem toevallig net ook nog gesproken. Maar voor jullie heb ik beterschap maken. Hij is wel flink ziek hoor trouwens. Dat weet ik. Maar niet tegen Don zeggen dat ik nu bij Joël zit. Nee, dat is een verrassing. Nee, ik hou mijn mond. Ik verbaasde me al dat hij zei van... Mees komt vandaag naar jou toe. Dacht ik, nee, hoezo? Wat gek, nee. Jij denkt, bedankt je wel dat Mees hier blijft. Maar ik dacht, het is veel makkelijker zo op FaceTime. Zeker, hoef je niet een heel stuk te rijden, joh. Precies. Nou, geniet lekker van jullie avond, mannen. Dankjewel, maat. Dat gaan we zeker doen. Hey, fijn weekend. Later. Yo. Wat zei je nou? Ja, ik zei, gaan we zeker doen. Fijn weekend. Weet je welke dag het is? Pak ik maandag. Ik ben hier een pomp met weer helemaal net. Lekker met mijn 7-4. Ja, dat kan ik van genieten. Ja, dat geloof ik. Helemaal een get. Binnen met zijn kut houden. Ja. Ik ben al in, Mees. Kijk, ben je ooit? Kom. Waar, welkant? Oh. Oh, jai. Nee. Niet de klaver. Nee, toch? We winnen. Hé, hey, hieronder heb ik azen. Let op. Ik heb onder azen hier. Komt-ie. Heb je nou gewonnen? Ja, ik heb deze gewonnen. Ja. Oké, top. Ja, dit is top. Ja, dit was top. Ik sta nu in 4 handen, 4 dingen heel goed. Heel goed. Ja, kijk maar, 6-4. Die zou maar 6-4 hebben. Wat voor... Nou, heb je gewonnen. Hij vol! Zo'n goal! Nu heb ik de hele pot! Ik verdubbel gewoon met de hele pot. Sukkel. Oh, sukkel. Kijk, oké. Okay. We hebben een lekker pizzaatje erbij, want er moet toch op de dictie gescheten worden. Is het weer zover? Wij zitten gewoon even lekker te poken hoor. Hey, zie je, die mensen komen naar me toe. Ja, oh ja, inderdaad, ik moet de vlog overnemen van Dom, want die is ziek, weet je wel, 39 graden. Ja, ja. Ja, hij belde mij ook al op. Ja, ik zeg nou, ik zit hier, je kan nu weer heen komen. Hey, maar volgens mij is er iets fout gegaan in de story van jou, Jeroen, want Mees vroeg het eten over, hij moest wel naar Alkmaar. Ja! Hé, ja, inderdaad! Ja, echt! Ik was ook helemaal confused. Oh! Ja! 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 Hé, ja hoor!
Hey, we wilden even Don de wetenschap wensen. Ja, shit. Zeg even wetenschap tegen Don. Mees die zei, ja, kom even langs iedereen langs, weet je wel. Hey Don. Of kijk eens van Don. Wetenschap voor Don. Nee, dus hey, Don. Wetenschap. Ja, ik ben goed. Jawel, een hele lekkere massagestoel. Dan ga ik even inzitten. Het is echt heel gezellig hier. Ik ben om 4 uur was ik bij Joël en ik ben hier weggegaan. Helemaal top hier. Oh mensen, mensen. Wat heb ik me toch helemaal... Wat is, hoe gaat deze aan? Oh, dames en heren, wat heb ik me toch stuk gelachen met Joël. Het is echt super gezellig en... Nee, het was echt super leuk bij Joël. Ja, ik ben daar helaas gestrand. Maar het is geweldig. Wat een goede gast. Ik heb me helemaal stuk gelachen om je wel. Nee, het was echt super leuk. Ik ben nu weer onderweg naar Don toe. Naar eigenlijk de vader. Don is eigenlijk een beetje mijn tweede. Ja, die gaat natuurlijk helemaal, want die weet niet dat ik zo lang bij Joël ben gebleven. Maar die denkt, ja, die gaat in de edit zien en die gaat hopelijk natuurlijk ook lachen. Hopelijk gaan jullie ook net zo hard lachen als dat ik heb gelachen. Wel gelachen, niet geneukt, zeggen we altijd. En ja, helaas, dat is het leven een beetje en zo. Hè. Ik vind het eigenlijk een beetje raar dat ik die hele vlog vandaag heb overgenomen. Terwijl jullie eigenlijk normaal altijd naar Don kijken. Maar ja, Don was zo ziek. Hopelijk vinden jullie het leuk. Blauw duimpje omhoog, als je het leuk vond. Home sweet home, baby. Home sweet home. Yo, my! Yo! Het gesprek is beëindigd. Zo, bro. Yo! Hoe is het? Ja, goed. Een leuke dag gehad? Ik heb een hele leuke dag gehad, ja. Ik heb bijna geen contact gehad. Ik had je nog wel een keer geappt. Ja, nee. Zei je alleen maar met een hele top. We hebben wel 0 minuten. Dus je moet nog wat bij. Veel minuten. Ik heb veel gefilmd. Ik weet natuurlijk totaal niet wat jij gefilmd hebt, maat. Maar ik kan je alleen maar zo dankbaar zijn. Want ik was vandaag 0 waard. Nee, dat was echt niks waard. Maar ik vind het fantastisch. Ja, waar lijkt die sleutels nou? Oh, die neem ik weer net zo naar de keuken. Nou, ik denk dat de mensen het ook wel leuk gaan vinden. Ja, leuke vlog. Ik was op het begin een beetje... Ja, niet zozeer zenuwachtig of zo, maar je hebt toch een druk van 150 tot 200.000 man, van 300.000 man die kijken. Ja. Maar het maakt niet uit, gast. Je doet het voor het eerst zo. Ik heb nog nooit iemand echt vanaf begin tot eind helemaal laten overnemen. En heb je de intro nog zelf gedaan? Dus in principe. Nee, die ga ik niet claimen, maat. Wat jij voor mij doet, dat dit soort dingen vergeet ik nooit. Zo. Mijn reflexen zijn nog goed, hè? Kijk eens even, schadevrije jaren heb je nog. Bij wie ben je? Nou, ik ga het niet vragen, weet je. Ik ga het allemaal gewoon editen. Ja, zet gewoon even zo wat erin. Ik ga het gewoon zo lekker gewoon allemaal editen. Het wordt helemaal top. Mijn koorts is in ieder geval wel wat gedaald. Ik ben nog bij de huisarts geweest. Ik heb weer bloed moeten prikken. Ze moesten naar het ziekenhuis weer. Het laboratorium gingen naar bloed prikken. Jij hebt ook gewoon een hele... Het is heel raar. Je hebt een hele andere dag gehad. Dan ik. Ja. Maar het is wel... Jij hebt echt een leuke dag gehad. Ik heb echt een leuke dag gehad. Leuk man. Nou, moet je de vlog dan ook afsluiten? Of moet ik dat doen? Dat gaan we samen doen. Kijk, dat vind ik een goeie, bro. Dames en heren, ik kan er niet over uit dat ik zo blij ben wat Mees voor mij vandaag gedaan heeft. Dat is insane. Geen probleem, man. Ik ben daar echt zo blij mee, maar dat zeg ik nu heel vaak. Dus dikke shout-out naar Mees. Moet je nog iets shout-outen? Ja. Ik weet wat hij wil. Link in de beschrijving. Nee, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik heb geen idee hoe de dag was. Ik hoop super leuk. Ik ga hem straks lekker editen op mijn computer. Meest nogmaals bedankt. Jullie bedankt voor het kijken, voor de support. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is... Tot de volgende video. Later. Mensen heeft zich heel erg gedragen. Eén ding nog niet, hè.